Ik voel me niet echt geweldig. Ik ben een beetje aan de koorts. Ik ben een beetje aan het hoesten. Ik ben verkouden. Dit zal waarschijnlijk een beetje een ander filmpje worden dan normaal. Namelijk, dit keer maak ik een goed filmpje. Nee, deze keer wordt het denk ik wat minder omdat ik me best wel slecht voel. Misschien is het ook opgevallen dat het een beetje leeg is. En dat hier een laptop staat. Ja, die heb ik gestolen. Die is van een vrachtwagen afgevallen. Dat komt omdat omdat er nou een stagiair bij ons thuis is en die heeft deze kamer. Dus ook heb ik twee nieuwe fanmail gekregen. Ik vond deze, die vond ik echt heel gruwelijk. Zoek de verschillen. Dit of niet, Kelvin. Nee. Iris en Anemoon, bedankt. Heel erg bedankt. Vind ik echt hartstikke leuk altijd. Alexandra, nog een kaartje. Dankjewel. Echt top. Nice. Oké, komt-ie. Vandaag ga ik shoutouts geven. Shoutouts aan Nederlands meest geweldige YouTubers. Dit is hard gelul wat ik nou aan het doen ben. Dat ga ik niet doen. Ik ga shoutouts geven aan mensen die niet zo erg in het spotlight staan. En die dat ook niet verdienen. Want ze zijn namelijk vrij kut. We beginnen met 1. Want vaak begin je met 1 en niet met 3 of 4. Het enige wat ik kan zeggen is, kijk het. Het is Amerikaans. Wat hij zegt kun je niet zoveel van verstaan. Zijn hond is trouwens wel heel prachtig. En nog even een tip. Hij is 65 plus. Dus als je over 65 bent en je hebt nog geen man, veel succes. Mijn tweede kanaal is dit kanaal. Wist jij dat je haaien en dino's kan opblazen? Oh ja, nog even by the way, de kanaal staat ook in de beschrijving, dus ja. Maar het is echt een gruwelijk kanaal. Ik heb er zoveel van geleerd, echt. Ik heb geleerd dat je niet zulke kutfilmpjes moet maken op YouTube. Het derde kanaal gaat over pinda's. Yeah. Dat was een grapje. Ik heb echt harde aids. Ik zie er ook gewoon echt niet uit vandaag. Shit. Jongen, het gaat helemaal niet over wat ik net zei. Het gaat namelijk wel over slakken. Ja. Je weet het wel, die kruipende dingen, het zijn net slangen, maar dan hebben ze wel slijm en dan hebben ze nog een huisje. Maar dat kanaal, ja, dat is geniaal. Dat is echt mijn voorbeeld gewoon. Dan hebben we nog iets, namelijk dit. Oh my god. Precies. Het volgende kanaal is het meest geweldige special effects kanaal van heel de wereld. En daarbij ook gewoon echt lachen filmpjes maken, waarin ze in hun eigen neus peuteren en alles. Het is namelijk dat kanaal. Die vrouw heeft een misvormd hoofd. Bekijk het op je eigen risico. Ik zal het niet doen, want je krijgt er best wel trauma's aan. Echt waar. En als laatste hebben wij Nederlands meest geweldige YouTuber ooit. Het is een beatboxer. Hij is echt een beatbox. Hij is echt een beatbox exatie. Dat is geen woord. Ik zoek naar een woord. Sensatie. Hij is echt een beatbox sensatie. Hij kan het als de beste. Check hem uit. Het is Taaie Tim. Dat is zeg maar Tim die niet echt zo is van, oh, je bijt me zo door. Maar hij is taai. En dat betekent dat hij zeg maar een beetje hard. Dat je er niet gauw doorheen komt. Yeah. Deze jongen heeft tijdens een beatbox iets van, laten we zeggen, vrij erotische geluiden enzovoort. Hij maakt niet echt geluiden waarvan je denkt van, hey, die maak ik ook als ik bij het busstation sta of zo. Tenzij je hele rare dingen doet bij het busstation, maar dat gaat mij niks aan en de rest van Nederland ook niet. Dus check hem, Taaie Tim, ga ook abonneren. Hij zegt lachen. Ik ben niet geabonneerd op hem, want dat vind ik niet leuk. Dat is ook best wel een geniale naam. Taaie Tim, Taaie Kelvin. Dat was mijn filmpje. Mijn hoofd zit buiten het scherm. Dat heb ik ook wel door, mensen. Sorry voor het vrij zware kutfilmpje. Oké, dat is het, jongens en dames en heren. Jongens en meisjes, hallo. Laatst heb ik nog even heel snel twee dingen te vertellen. Namelijk, fuck jou. Eén woord, fuck jou. Dat zijn twee woorden, Roelof. Als jij zo mijn video kijkt, dan betekent dat je hier een nieuwe banner ziet staan. En als je hem niet ziet staan, klik je even daar op mijn 2 plus 2 is peer eend. En ik vind hem heel gruwelijk, dankjewel. En ik wil er even een paar mensen voor bedanken. Ten eerste mijn broer voor het maken van de foto's. Ten tweede Koningvlog voor het maken van de links dingen. Het schijnt heel simpel te zijn, maar ik wist het niet. Toch even bedankt, Koningvlog. Links in my pants. Dingen. Gewoon een beschrijving. Ja, verder wil ik laten we denken, mijn moeder bedanken voor het eten maken vanavond. En ik was hier voor het bellen of zo. En Lianne verkouden voor me zo. Wat heb je net gedaan, Kel? Wat sloeg dat op? Oké, als laatste nog even een shout-out naar dit kanaal. Dit is normaal. Het zijn echt getalenteerde gozers. Ze hebben echt heel veel niveau in hun filmpjes. Ik vind het echt vet wat ze doen. Ze hebben een keer wat anders. Ze hebben eens een keer wat anders dan een normale vlogger zoals ik. Ik ben hartstikke saai eigenlijk. Maar ja, dat is het gewoon. Oké. Dat was mijn video voor deze week, jongens, dames en heren. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie zondag op de eerste aflevering van Prankle Sunday. Ja, iets om naar uit te kijken. Ik hoop dat ik me dan een beetje beter voel. Oké, ik ben Kelvin en ik zeg, roze dingen zijn ook niet groen en blauw.